beetje ruimte voor Shakhtar. Zij kan zijn lijn afgaan. Lemajic loopt meteen centraal, vraagt de bal ook, krijgt hem cadeau eigenlijk. Kanouté liet hem liggen. De Saar kan hem afleggen, kan ook schieten, kan ook scoren. Julien De Saar. En dan heeft Gent zijn gelijkmaker beet. 18 minuten ver in de tweede helft. Julien De Saar, ook hij had het moeilijk hoor. Kijk, Jacques Vitalze met wat ruimte. En deze, Kanouté, mist hem gewoon. Lemajic, Kanouté via een been tot bij De Saar. En die knalt hem zo droog als het maar kan zijn in de hoek.